Ze slaapt nog. Dan kunnen wij nog even rustig ontbijten voordat we weggaan. We gaan met Teddy naar het zeeaquarium. Was je dat vergeten? Nee, natuurlijk niet. Gelukkig maar, want het was namelijk jouw idee. Oké, een beetje aangemoedigd door mij, maar je vond het heel erg leuk. Weet jij trouwens waar die videokamer is? Want ik moet nog even een uurtje weg. Hoezo? Ik heb een afspraak met iemand voor wie ik misschien een zaak kan doen. En daar kom je nu pas achter? Sorry, ik dacht dat het morgen was. Ik heb me vergist. En ik zeg het liever niet af. Ik ben al lang blij als ik weer in de bak kan. Oké, nou misschien kunnen we daarna nog... Ik zie je later. Dan voel je zeker knap beroerd, hè? Hoi. Hoe ben ik eigenlijk thuisgekomen? Ik heb je thuisgebracht. Jij? Nou, daar weet ik helemaal niets meer van. Nee, waarom verbaas me helemaal niks? Je kon amper op je poten staan. Je weet zeker ook niet meer wat je tegen Thijs hebt gezegd. Thijs? Je hebt het verteld. Van het geheime nummer, van de sms'jes. Hoe stom kan je zijn aan Thijs? Ik kan me er helemaal niks meer van herinneren. Wat heb ik nog meer gezegd? Dat vraag je aan mij? Ik heb je toch gezegd dat je moet stoppen met het stomme gezuip? Dit is precies wat je voor gewaarschuwd hebt, hè? Je hebt ons nou alleen nog maar dieper in de shit gebracht. Heb je nou je zin?